Zo, we zijn op de Spiralenkermis in Krefel, ofwel de kermis van Krefel. We gaan een rondje doen, we gaan even kijken, we gaan wat filmen, we gaan wat vertellen over de kermis. Natuurlijk heb je de kermis ook. Eet- en drinkkraampjes. We zijn even de allereerste eetkraam op deze kermis in Krefeld. En zo een stukje filmen van deze straat. En natuurlijk zie je hier van allerlei zaakjes staan. Dat is hier de ballonnenmolen. En natuurlijk de draaimolen. Wat hier wel actief is op deze kermis. Ook is de Slagerexpress weer van de partij van de firma Dresden en Zoon. Ik heb hier ook allerlei lekkernijen op deze kermis. Dat is hier bij deze kraam. Ook hebben ze hier een paardrijssalon. Maar natuurlijk ook een hele hoop mensen om tegen discrimineren, protesteren. Net die meer als een recht te hebben. Hier ziet er heel netjes uit. Ja, je was van best. Hier de wereld van Roos. Heel leuke kinderachtbaan. Al een paar rondjes rijdt. Weer een zeer mooie kraam met zeer lekkere spulletjes. De autoscooter van Lozen uit Aken. De spinning racer van Proef. De pizzeria's van de partij. Crepes en poffertjes gewoon niet ontbreken op deze kermis. En hier dan de turbine. Veel kraampjes. Vandaag zit hier ook de bekende rotsautobaan. De Golden Yes. De Golden Gate doet de Sixias met de rotsauto's op de kermis in Krefeld. Hier heb je ook de draaimolen van Vreumens. Ambrecht, de vijf, de
and gentlemen, herzlich willkommen an Bord. Machen wir es mal ganz gemütlich jetzt hier für euch, ganz geschmeidig. Los, los, los. Aufgepasst, Mädels, aufgepasst, das Ganze nochmal! Yeah, schau dir mal schon mal ein bisschen an, jetzt hier zum Angriffen, Baby! Los! Okay, und tschüss! Jawohl, Mädels, Jungs, jetzt kribbelt in der Unterbuchse, aufgepasst, machen wir es jetzt mal, und tschüss, tschüss, tschüss! Junge, 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 ist das hier ein irres Teil? Jawoll! So, was bedenkt mein Kleiner hier vorne? Alles doch schon am Lachen. Ihr zwei. Alle die Hände hoch. Noch ein Stückchen, noch ein natuurlijk nog een mooi drinkhuis hier op de kermis. Groot is dat langers. Volgende vrij voor de kinderen. Crazy carpet. Spannend voor de kinderen als ze normale. Daar gaat u een crazy carpet voor de kinderen. Ik ga nog een stukje laten zien dat het best wel goed is hier op de kermis. Dat er wel genoeg mensen rondlopen. Voor de kinderen is er een kinderbotrootje aanwezig. De mini-kart genoemd. Sambalon, 50% op deze kermis in Krefeld. Gelukkig ook de mooie Rijsterstad. Van Duitsland mooiste reizende spookhuizen is ook weer aanwezig. Helemaal netjes aangekleed. De spookhuis is van Vella en Sam Zone, als ik zeg op zijn Duits. Natuurlijk is er ook breakfast, koop en andere zaken zoals schrijframen op deze kermis. En zie je dat het toch wel redelijk druk is op deze kermis in Krefeld.
En natuurlijk die fantastische reizen. Echt een prachtige molen vol integratie en verlichting. Hier natuurlijk de dingen en de keuringsticker. Vezel op raam, een hele grote vezel bovenop. Ziet ook zo'n detail in de piratenbus. Hele mooie aangekleden. Dan zie je dit nergens. Er is een haai erbij. En watervallen aanwezig. Deze sinds kort weer op de boer. Echt heel leuk in de decoratie. Heel leuk. Een van de mooiste, een van de betere, mooie wildwaterbanen. Hopelijk wie ze deze hebben aangekleed. Piratenvoetje. Dit was de kermis op Krefeld, oftewel de sporadische kermis. De prijzen liggen hier van 3 euro tot 3,50 euro ongeveer. Met hier en daar wat uitschieters natuurlijk erin. Dan gaan we door, dan gaan we de volgende kermis bekijken. Dan gaan we de volgende dierentuin bekijken. Dus volg mij, kijk naar mijn dierentuin, kijk naar de kermis, kijk naar de pretparken. Tot de volgende keer.